Brandon, open het portier van de Land Cruiser. Zwaaide zijn mafioze puntschoenen naar buiten. Het geroezemoes op de tribune zwol aan tot het crescendo van een door bloeddorst gedirigeerd mannenkoor. De stompe neuzen van de camera's wezen nu naar hem. Hij keek om zich heen. Minstens 10.000 man op de betonnen bankjes. Bij lange na geen pingpop, maar toch. Meike en Barakzai hadden de auto nu ook verlaten. De talief blinddoekte de twee jongens die de controle over hun motoriek steeds meer leken te verliezen. De trilling die op hun lichamen zichtbaar was geweest, had plaatsgemaakt voor gewelddadige spasmen. Eén van hen had in zijn jellaba geplast. Nu de man in het zwart gebaarde naar Brandon. Nu, zei Barakzai, je moet op. Brandon klemde zijn vingers rond de handgreep van het geweer. 1000 westerns dicteerden de spieren in zijn hand, in zijn benen, in zijn voeten, sloffend over de gebarste aarde, denkbeeldige sporen rinkelend aan zijn hielen. High noon in Kabul. Hij posteerde zich achter de moordenaars van zijn neef, wachtte op het signaal. De man in het zwart knikte. Het Ghazi-stadion viel stil. Het geluid van knetterende tweetaktmotoren drong door tot het veld. Klaksons, de schreeuw van een roofvogel, een briesje, de zon, Brandon's lange schaduw, een alien met een geweer. Hij ontgrendelde de veiligheidspal, legde een kogel in de kamer. Klik, klak, net als op tv. Over, I let you in. I am not fit to.
Cruiser, The Group. Dankjewel. Cheers, veel plezier nog. En ik wou nog even vermelden dat het boek met CD, met soundtrack, ook hier op het festival te koop is.